Nu we bijna halverwege december zijn, komt oud en nieuw steeds dichterbij. Voor veel kinderen betekent dat een leuke periode in het jaar. Natuurlijk de kerstvakantie, maar ook het afsteken van vuurwerk. Dat is leuk, maar ook gevaarlijk, vindt Bureau Halt. Daarom gaan ze bij veel basisscholen langs om te vertellen over de gevaren. Wie van jullie vindt het leuk, vuurwerk? Knallen, kleurtjes, gezelligheid? Oké, hartstikke goed. Vingers naar beneden. Bijna alle kinderen van groep 8 op basisschool Het Startblok in Honslersdijk steken rond oud en nieuw wel vuurwerk af. Stichting Halt hoopt dat ze dat ook een beetje slim doen. We proberen ze te wijzen op hun eigen veiligheid, dat ze geen slachtoffer worden van overlast, maar in ieder geval geen dader. Op een tekening mogen de kinderen aanwijzen waar ze denken dat overlast door vuurwerk ontstaat en voor wie. Volgens mij die en hij zelf. Hij zelf ook, hè? Dus hij brengt eigenlijk 3 mensen in gevaar door dat rotje daar te gooien. En daar staan de kinderen niet altijd bij stil. Dat je het vuurwerk moet neerleggen en niet gooien. En zo. En deed dat hiervoor wel? Ja, best wel. Ik vond dat heel interessant, want het is ook, nu weet je ook wat de gevolgen zijn van wat er allemaal ook kan gebeuren als je dan vuurwerk afsteekt. Kinderen hebben vaak al veel verhalen te vertellen. Soms ging het ook maar net goed met het vuurwerk. En dan geven ze ook vaak wel aan dat ze geleerd hebben waar ze op moeten letten. En dat dat dus zaken zijn die ze voorheen niet deden. En waarvan ik dus hoop dat ze na de les daar meer op gaan letten. Bijvoorbeeld of hun vuurwerk wel legaal is. Dat is makkelijk te zien. Aan het CE-logo en dat er een Nederlandse beschrijving op moet staan. Vorig jaar heb ik blijkbaar best wel veel illegale dingen afgestoken. Schrok je daarvan? Ja, best wel. En illegaal vuurwerk, dat is niet getest en niet goedgekeurd. Dus dat is rommel, moet je niet mee willen werken. Ik ben nu ook achtergekomen met nitraten en Romeinse kaarsen die allemaal niet mogen. Dat wist ik nog niet. En wat gaan de kinderen nu doen met oud en nieuw? Vuurwerk afsteken. Heel veel. Heel goed opletten.